Partij D66 bestaat 50 jaar. Een van de oprichters van de partij was Hans van Mierlo. Maar er was ook nog een andere Hans. Iemand die voor de duvel niet bang was. Een mooi voorbeeld voor D66 nu. Deze vrije lezing gaat over Hans Gruiters. In 1966 werd D66 opgericht. Democraten 66. Ontevreden met de bestaande politiek wilden de oprichters het politieke systeem drastisch aanpassen en een vrijzinnig politiek geluid laten klinken. In dat laatste is D66 zeer geslaagd. Of het nou over de euthanasiewetgeving gaat, zelfbeschikking over het lichaam, vrijheid van meningsuiting, D66 nam vrijwel altijd het initiatief. En Hans van Mierlo, Jan Terlouw en Els Borst, de drie leiders die de meeste zetels voor D66 haalden de afgelopen 50 jaar, waren daarnaast sympathieke, wijze politici. Maar D66 heeft zijn ontstaan en zijn visie ook nog aan iemand anders te danken. Een van de belangrijkste mensen die aan de basis stond van de oprichting van de partij was Hans Gruiters. Hij was tot 1966 gemeenteraadslid voor de VVD, maar werd uit de partij gegooid toen hij kritisch was op het Koninklijk Huis. Samen met Hans van Mierlo, die tot dan toe partijloos was, stond hij aan de basis voor het schrijven van de vernieuwingsplannen van D66. Toen D66 in 1967 de Tweede Kamer in wilde, werd op Hans Gruiters een klemmend beroep gedaan om lijsttrekker te worden. Hij was namelijk de enige die enige politieke ervaring had, maar hij bedankte voor de eer. Hans van Mierlo nam het op zich en haalde een historische overwinning in 1967. Hoewel hij nooit de partij leidde, bleef Hans Gruiters een opvallend figuur. Hij werd in 1973 minister in het kabinet Den Uyl. Hij was een stevig debater, die wist wat hij wilde. Hij maakte veel grappen, maar werd ook berucht door zijn vermogen uit het hoofd te kunnen spreken. Het debat met de Tweede Kamer deed hij zonder papieren. Hij was in staat iedereen goed te antwoorden. Door een mix van bewondering uitlopend in afgunst werd dat niet altijd gewaardeerd. De Kamervoorzitter gaf hem te verstaan dat hij van papier moest lezen. Gruiters pakte daarop een blanco vel papier en hield dat sindsdien voor zich. Gruiters vond het niet belangrijk wat mensen van hem vonden. Hij hoefde niet per se aardig gevonden te worden. Hij deed zijn werk goed en nam geen blad voor de mond. Mensen die met hem werkten zeiden, zijn gedrag riep weerstand op, al was het maar omdat hij zo vaak gelijk had. Hij kreeg het in 1991 ook even aan de stok met zijn eigen partij. Hij was inmiddels burgemeester van Lelystad en zag dat de grote stroom van vluchtelingen voor problemen zorgde in zijn wijken. Om mensen goed te kunnen laten integreren, moet het niet te vol worden, zei hij. Hij kreeg de wind van voren voor deze opmerkingen. Een jaar voor zijn dood in 2004 zei Gruiters zijn lidmaatschap op. Jammer dat het zo gelopen is, want D66 kan nog steeds wat leren van zijn politiek inzicht en durf. Soms heeft de partij namelijk de neiging om te aardig gevonden te willen worden. Er wordt dan een beetje meegeleund met instituties, met politiek correcte meningen, met planbureaus en de gevestigde denktanks. Dat oogst natuurlijk lof bij de gevestigde orde, maar D66 is eigenlijk altijd op zijn best als het voorop durft te lopen. Zo zijn de vrijzinnige onderwerpen op de kaart gezet, maar ook het onderwijs. De partij heeft ook de moed gehad om als eerste te pleiten voor aanpassingen van de AOW-leeftijd, waar anderen dat alleen achter hun hand durfden te zeggen. De combinatie van financiële degelijkheid, het wegblijven van het zuren van links en aan de andere kant de licht anarchistische houding ten opzichte van machtsstructuren heeft de partij in zijn goede dagen altijd aantrekkelijk gemaakt. Laat D66 dus sympathiek zijn, aardig, vriendelijk, maar vergeet ook die andere aartsvader niet. Niet politiek correct, maar de vinger op de juiste plek leggen en niet omheen draaien. Misschien zelfs wel eens een beetje onsympathiek zijn. Hans Gruiters, ik wens u een vrijzinnige dag.